Het is 8 maat opname van 1 en B, uitleg, 1 punt perspectief. Wat moet je als eerste doen? Je pakt je liniaal en je zet ongeveer op 2/3 van jouw A4'tje. 2/5, 3/5 hoge lucht. Dat is ongeveer op 10 centimeter een lijn van links naar rechts. Je zet een horizontale lijn. Van links naar rechts. En het is dit, deze afstand. Wat denk je dan wat het is? Ongeveer 10 centimeter. En dat is jouw ooglijn. Als jij rechtop staat. Als jij rechtop staat. Het staat op het bord hoor. Dan ligt het standpunt waarvan je de wereld bekijkt ongeveer zo verdeeld. 3/5 lucht, 2/5 land. En dat noemen we de horizon. Dus ongeveer 10 centimeter vanaf de onderkant. Teken je een lijn van links naar rechts. En dat noem je de horizon. Op die lijn teken jij een punt aan de linkerkant. En die lijn noem je het vluchtpunt. Alle lijnen die straks schuin zijn, komen uit in dat ene punt. Vorige les hebben jullie een bak nagetekend. Wat? We beginnen straks ook weer met een rode bak nagetekend. Oh. En die rode bak werd het trein, huisje of luchtballon. Vandaag gaan we in 1 punt perspectief een huisje tekenen. Alleen dan met de regels. Ik teken nu een rechthoek. En ik leg zo meteen uit waarom ik even eerst een stippellijn zet. Ik leg zo meteen uit waarom ik eerst een stippellijn zet. Hoeveel centimeter van de kant? Ga ik je ook zo vertellen. Net als de vorige les zet ik een rechthoek op mijn papier. Je mag zelf bepalen waar dat rechthoekje staat. Ik heb hem ongeveer 10 centimeter vanaf de rechterkant. Ongeveer 6 centimeter boven de lijn, horizon, en ongeveer 4 centimeter onder de horizon. Maar je mag zelf een rechthoek zetten. Waarom zijn die stippellijnen er? Alle verticale en horizontale lijnen meet ik na. En die moeten onder een hoek van 90 graden op je papier staan. Dus straks bij de beoordeling ga ik heel goed kijken of je met haakse lijnen werkt. Haakse lijnen zijn lijnen die staan onder een hoek van 90 graden. Op het papier. Jouw lineaal heeft een schaalverdeling die aan twee kanten gelijk is. Dus als je die lijntjes gelijk legt aan de rand van je papier, heb je altijd keurig nette haakse lijnen. Haaks, hoek van 90 graden. Bij wiskunde hebben we dit ook al gehad. Mensen die het moeilijk vinden, kunnen ook een geodriehoek daarvoor gebruiken. Daar staat zo'n 0 in het midden van je geodriehoek. En dan leg je de ander op 90. Nou, terwijl jullie de rechthoek tekenen, zet ik hem even op pauze. Gaan we weer verder met de uitleg. Jouw rechthoek heeft een aantal snijpunten. Hier linksbovenin en rechts onderin. En die kan ik verbinden met een stippellijntje met het vluchtpunt. En dan ontstaat er een oneindige vorm. Een vorm die nergens ophoudt. Wat moet jij nou doen als architect? Jij moet gaan bepalen hoe diep jouw huis wordt. Want jouw huis eindigt nu nergens. Ga maar door. Hoe doe je dat? Heel simpel. Je zet nog 1 verticale lijn. Moeten wij ook stipjes? Alle hulplijnen zijn altijd stippellijntjes.
En nou heb ik geen vierkant meer, maar nou heb ik een kubus. Mee eens? Ja. Je hebt nu een kubus. In het voorste vlak, dat vierkant, wil ik het middenpunt bepalen. Wie heeft enig idee hoe ik het middenpunt van... Lisanne? Dat je een kruis met stippen. Ja, we gaan twee diagonalen erin tekenen met de stippenlijn. En daarmee ontstaat er een snijpunt. En dan is dit M het middenpunt van mijn voorkant. Als ik M heb bepaald, kan ik door middel van een loodlijn, wie weet wat dat is. Remco? Een lijn die recht naar beneden gaat, door M, een loodlijn door M. Kan ik straks er een puntdak op maken? Heeft iemand enig idee welk punt ik nog moet zetten om verder te kunnen gaan met mijn tekening? Jij moet gaan bepalen hoe hoog wordt het dak, dus op die loodlijn zet je een puntje neer, hoe hoog je dak wordt. Dan heb je een aantal punten, die kan je met elkaar verbinden. En dan heb je een driehoekje op het vierkantje. Ik loop weer rond om te kijken of je zover bent. Dan gaan we weer verder met de uitleg. Je hebt nu een driehoek op je vierkantje staan. Dat driehoek heeft een hoogste punt. Dat hoogste punt ga ik verbinden met het vluchtpunt. Met een hulplijn. En nou mag je even goed opletten. Want je kan dit op twee dingen afmaken. Je kan met je geodriehoek meten hoeveel graden dit is, dat kan. Je kan ook zeggen, ik leg mijn lineaal langs die schuine lijn. En ik verplaats hem tot hij bij het andere punt aankomt. En dat heet dan parallel met een mooi woord. Precies dezelfde hoek. En dan heb je eigenlijk nu je huis als zijnde een melkpark af. Ik loop weer rond. Oké, voor iedereen die denkt te begrijpen, in het zijaanzicht wil ik zometeen twee ramen hebben. Je moet even, zoals die ramen in perspectief zijn, waar let je op? Wie heeft er een idee? Je moet eerst bepalen hoe hoog je raam van de grond af is. Vervolgens moet je bepalen hoe hoog je raam wordt. Wat doe ik dan? Wie? Ga ik stippenlijnen zetten? Wat zou ik dan doen? Dan ga ik gaten zagen, let op. Ik zet tussen die twee stippenlijnen zet ik een aantal verticale lijnen. Het raam helemaal vooraan is groot. Het raam iets verder weg wordt kleiner. Als je de ramen hebt inzitten, mag je dit huisje naar eigen inzicht afmaken. Dus je gaat nu proberen in het zijaanzicht gaten te maken, ramen. Het voorste raam is groter dan het achterste raam. Als je de ramen erin hebt zitten, maak je naar eigen inzicht het huisje af.